Het stinkt hier. Werkelijk waar, Pumba. Het stinkt. Al die mooie leeuwen, hè? Dan denk je toch wel, dat is best een knappetje, hè? Dan denk je echt wel van, oh, die wil ik dat... Ik weet niet waar dat hij het over heeft, maar we zijn er weer. Hallo! Daar ben ik weer, Dark Player, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Modern Survival. En ik ben weer terug samen met dezelfde sukkels als de vorige keer, namelijk... Met Maaien en de Towler. Ik ben geen sukkel van... Nee, jij bent papa, vooruit. En Dutch Gaming Nation. Ja. En? En Xelic Jesus. Ja, de grootste sukkels van allemaal. Oké, dus we waren dus bij de... Hier hebben we nou in één keer dus, zeg maar, die maloten gevonden. Rafiki die splijt, hè? Ik ben geen maloten. Oh, wacht, je wat over. Oké. Dus waar is Snorri? Ah, daar ben je. Hé, hey, Snorri, heb je nog iets nieuws te melden? Ah, de Bright Lancers. Didn't worry, it's better. You like the full... Find Timon and Pumbaa. They'll know what to do. I almost sounded as they were leaving us instructions, but you wouldn't even consider them trained outlanders. Natuurlijk wel! Ik heb allemaal van die saaie questen moeten doen. Zeg, Xella, waar vinden we die Timon en Pumbaa? In the jungle, volgens mij, ergens. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Towler, ik kan jullie horen, zing wat harder. Awee! Ja, Pumba, Pumba. Ja, ik kan ook zingen. Nee, dat kan je niet. Ach, hou toch je muil, man, sukkel. Nee. Jawel. Oké. Maar goed, we gaan de persoon die jullie probeert te bellen kan uitgeschakeld zijn door Dark Player. U bent nu de zwakste schakel. Tot ziens. Die monniken. Vraagt u mij wel eens eigen af wat die flankerende stipjes daarboven zijn? Ja. Was dat nou een Belgische Dark Player? Ja. Allee, zeg Pumba, dat vraag ik mij niet af. Dat weet ik. Oh, wat zijn dat dan? Dat zijn vuurvliegjes. Vuurvliegjes die in die donkerblauwe dingen zitten. In de donkerblauwe... Weet je dat het bij mij al een tijd geleden is dat ik Timon en Pumba heb gezien? Ah, Timon en Pumba, dat waren Zelda Player 20's grootste idolen. En ik heb daar dus zo vaak naar moeten kijken dat ik er echt ziek van werd. Nou jongens, eventjes zoeken naar die Timon en Malota. Naar Rufty. Rufty! Ik heb een cavia. Ik had vroeger een cavia, die heet Kuifje. Had het ook een Kuifje? Ja. Oh, dan is het... ja, dan is het goed. Nou, ik herinner me nog heel erg goed een konijntje. Ja, dat is eigenlijk best wel een zielig verhaaltje. En dan krijgen jullie eigenlijk nou een kant te zien van Dark Play die ik eigenlijk niet jullie wou laten zien, maar... Okay. Dat konijntje, dat heette Joep. En dat was zo'n lief konijntje. Dat was echt aardig. En die had ook zo'n snorretje. Die had echt zo'n zwarte haren, zeg maar, onder zijn neusje zitten. Dus die noemde ik ook altijd Mr. Moustache. Moustache. Alleen, die heeft een zwelling toen gekregen. En die moest toen helaas ingeslapen worden. En dat was best wel een zwaar moment. Je hebt het er nog steeds moeilijk mee, heb ik het idee. Ja. Ja. Het is jaren geleden, echt, maar... Is het daarom dat je zo bent? Nee, dat komt meer door de Towler. Hey! Die noemt dezelfde player 74. Je bent en ik dank hem daar nog steeds voor, anders had ik nooit bestaan. Maar weet je wat ik me nou zat te bedenken? Een konijn met een moustache, is dat nou een andere power-up van Mario? In plaats van een kat dat je een konijn kan zijn? Oh, laat het Nintendo niet horen, anders hebben we dadelijk een bunny suit. Nintendo make it happen! Ja. Bunny Mario. Bunny Mario. Heel fout, maar... Voor de kijkers, we zijn nog steeds aan het zoeken naar Timon en Pumbaa. Dus als we op 5 minuten zitten en nog steeds niks gevonden hebben, dan knippen we er gewoon naartoe dat we hem gevonden hebben. Ja. Vind ik wel nog goed. Ik heb ze niet gevonden. Jammer, joh. En dat vind ik nou zo leuk van papa, hè, met zijn gemene grapjes. Hij heeft ook heel veel duisternis in zich zitten. Nou, dat valt. En je weet wat ze zeggen, in the darkness lies the truth. Dat is zeker waar. Ah, ik vind het zo leuk om even lekker boosaardig naar de camera te kijken. Lekker naar mijn kijkertjes eventjes op boos kijken. Niet.
Ja, voor ons is dat ook niet belangrijk. Nou. Dus, ik ga heel even naar een knip toe, dus whatever, tot zo. Oké, okay, nou, we zijn nog steeds op jacht hier naar Timon en, hoe heet die scheidzak ook alweer. Maar die gasten, die hebben dadelijk in ieder geval, die hebben insecten nodig. En dat weet ik nog van mijn vorige playthrough. Als je dit soort bomen ziet, die wil je omhakken en dan kom je dan van die insecten tegen. En daar vind je ze eigenlijk, dus dan weten jullie dat ook weer. Oké, okay, we gaan verder zoeken. Pumba. Sensue, oh het is Timon en Pumbaa, Sensue, oh het is Timon en Pumbaa, Sensue. Ja, dat is allemaal wel. We hebben Timon en Pumbaa gevonden, ze stonden hier, die stelletje maloot, hè. Hi there, kid. Ja, hi Pumbaa. En hi Timon. So. You look down, can we help? Ja, jouw neus is plat. What's that? Outlanders have taken over Rafiki's tree? Yup. Outlanders, man, I hate Outlanders. Almost as much as I hate hyenas. And I hate... Stop met schijten, Pumbaa! Jongen, it wasn't me. Rafiki is an old friend of ours, but I don't think Timon and I could stand a chance about... Wait, Timon... Pumbaa, that's the most ridiculous idea I ever heard. Uh-huh. Hold on, I guess it's a great idea. Pumbaa here could pass gas, and those Outlanders would move out to the tree faster than a wild beast stampede. I'm not going to have a 100 blah blah division time, blah 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 blah. Ja, wat wil je dan hebben? Zeg, get to the point. Oh, planks, 16 bucks, nou die heb ik gelukkig. A jar of lava and exploding termite. Nou, termites hebben we waarschijnlijk nog wel, ergens vandaan. Ja, dus wat moest je nou nog meer hebben, Timonneke? Jar... Ja, alleen dan de jar in de box. Ja, je had het over planks. Ja, volgens mij gewoon hout. Houten planken. Dus ik denk ja, dat je dan gewoon ik. Een... Ja, ik denk dat je gewoon een paar bomen moet om gaan hakken. En dan, nou, ik heb wood planks, dus dat zal wel goed zijn. Maar een jar of lava. Ik zal eens even kijken hoe je die maakt. Oké, okay, nou eventjes kijken hoe dat we een jar kunnen maken. Oh, daar hebben we gewoon steen voor nodig. Pride stone of... Nou, Pumbaa. Nou ja, ik ga toch heel eventjes terug dan naar die slechte dementie in verband met dat we lava nodig hebben. Dus het is eigenlijk gewoon een bucket of... Het is eigenlijk gewoon een bucket of lava, stomme stinky hyena. Dus ik roggel het wiel. Hyena's overal. En ik zie niks. En ja, ik heb wat moet je dan gaan gekleden? Of wat moet je dan gaan doen? Jezelf verkleden en de hula dansen? Hula. Nou, kom op, iedereen kent die scène van The Lion King. Ik denk het wel. Maar oh. Zet hem voor u klaar, smullen lekker maar snel een beetje, anders wordt hij koud. Aas! Hé, dat is een geluidje die we al een tijdje niet meer hebben gehoord. En ik blijf de hele tijd naar beneden toe flikkeren. Jongen. Waar ben ik aan begonnen? Inderdaad. Niet normaal. Oh, en voor de mensen die het heel even weten. Alex is heel eventjes AFK. Ja, die... Heeft ook scheidproblemen. Nou, als het lang gaat duren, dan roepen we Mario. Toiletteren. Oké, nou, hier hebben we genoeg van die steen. Dus een crafting table kan ik zelf ook gewoon maken. Ik bedoel, zolang dat het maar geen suiker is, kan ik alles maken. Ik duik hier in de lava, ja, lata. Want ik had het koud en daarom spring ik dan weer lekker hier in de lava. Data. Wie is er met Pumbaa nou weer aan het praten? Dat vraag ik af. La, la, la. Ja. Ik word in de lava gedouwd door een stomme kraai. Jij stomme kraai. Je maakt te veel lawaai. Oké, okay, nou, crafting table. Jongen. Oké. Okay. En dan is het deze, zo plaatsen. En we hebben een jar.
Jee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 e
lava en ik heb planks, dus het zal allemaal wel goed zijn. Op dat die monniken en Pumba. Laat mij gewoon die portal ingaan, ja, stomme afgekeurde vogel. Afgekeurde perry. Dat is een vogelbek hier. Voor de mensen die niet wisten. Maar dat zal wel heel weinig mensen zijn, aangezien. Oké, maar was dat nou plus 90, min 90 of zo? Zoiets. Ah, ik heb hyena's achter me aan. Ik haat hyena's. Zolang het geen boshyena's zijn, inderdaad, dan... Wat is een boshyena? Of zo'n, hoe noem je zo'n... zeg maar met zo'n andere kleur, hoe heet zo'n ding ook alweer? Oh shit. Nee! Wah, 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 wah. Ik moet naar plus, niet naar min. Oh, ik heb het verschil ook al niet tussen plus en min. Jawel, maar ik moet dus naar het oosten. En vanuit het oosten moet ik een klein beetje afwijken naar mijn... het noorden. Ik ben er nog. Hey. Ah, ik zie ze al. Even die hyenas afslachten. Het is lang geleden dat we het geluidje you lose hebben gehoord. You. Oh. Ik had het graag zo gehouden. Oké, nou. Kun ik nou met jou praten dan? Stand back! Uh-oh, hij gaat schijten! Nee, niet doen! Hou je in! Hou je in, hou je in. Oh, ik heb een boombox! Nou, dat deed ze eerder zijn naam wel eer aan dan. Oh, die moeten we waarschijnlijk bij die gasten gaan plaatsen. Oh, ik lach mij helemaal rot. Dan gaat een luchtje geven. Ja, voor die kijkertjes achterin, daar zit zelden Play20's broer. En ja, ik heb 69 experience. Ha, ha, ha. Leuk. Waarom zoveel hyena's? Ik weet het niet. Oké, ik heb wel mijn boog afgejapt. Oh, ik heb ook het invisible ding nu. Ja. Je ziet ze niet. Nee. Daarom zijn ze ook invisible. Oh. Ik neem aan dat we deze gewoon hier in de boom moeten plaatsen dan. Je mag voorbij de boom in. Oh. Ja, hij is zo flauw. Sowieso, dat duurde lang. Nou, volgens mij heb ik hier ook jouw toilet hier. Alex, al verstopt. Ik wou bijna Mario gaan bellen. Moet je dat afsteken met flint en steel of zo? Nee, rechtermuisknop. Oh, met de. Ben je aan het aansteken? Oké. Okay. Ik doe rechtermuisknop, maar het doet niks. Ja, je moet het ergens hier plaatsen. Je moet het bij haar plaatsen, dichterbij. Hier, waar ik sta. Hier zo? Ja, plaats maar. Doet ook niks. Ja, hij doet wel wat, maar je moet hem ergens goed plaatsen. Je moet bij haar plaatsen. Bij de. Bij die snol. Het doet niks. Weet je zeker dat het niet moet met flint en steel of redstone? Ja, dat kan ook. Oh. Wie had redstone toortjes? Ik. Oh, je hebt het zelf. Eet jij een tomaatje? Nee, werkt niet. Mag ik hem ergens in neerplaatsen? Waarom werkt het? Mag ik hem ergens plaatsen? Ja, ja, ga je gang. Leef je uit. Oh boy. Oh, nou doet hij het. Ja, je mag er. Wow! Huh? Klinkt echt lekker. Ultra Fifi, wat heb ik aan? Wat klinkt dat quite a stinkje, haven't you? Now your chance to put things right. Go through that portal and put an end so far as out on the screen. Volgens mij is het behoorlijk stinky. Het stinkt hier. Werkelijk waar, Pumba. Het stinkt. Oké. Oké, tijd voor de final battle dan. You dare to return and challenge me? Ja, dat zie je toch. Ah, verdorie! Damn. Zelfde Play 20 Studios, hallo.
Oké, sorry daarvoor, ik werd gebeld. Ja. Oké, ten aanval! Ja! Vallen! Kan ik ook schieten? De stick doet de meeste damage. De stick? Nou, je kunt die Termite Queen kun je uitschakelen, hè? Geef hem ook wel een grote explosie. Oh. Dit betekent oorlog, waar is hij? Daar. Ik zie heel die Zera niet. Oh, daar. Niet slaan met de... Nee. Met de stok. Niks doen, Tauler. Tauler heeft het vernocht. Oh, prutser. En het ergste is, door dat vuur gebeuren, hebben we dus niet de drop gehad. Of heb jij een Zera skin in je inventory? Tauler. Zera skin? Ja, een Zera rug. Nee. Dus dan moeten we die erin gaan cheaten. Die is dan net gevallen in zo'n vlammetje van jou. Van mij? Ja, omdat jij met vuur schiet. Je moet niet met vuur schieten. Ik schoot niet, ik sloeg. Ja, dat geeft vuur en dat is juist niet goed. Daarom zei ik al stoppen, maar ja, je bleef doorgaan. Maar Sky viel uit. Ik cheat hem er wel in. Kijkertjes, ogen dicht. Even kijken hoor. 4-3-7-0. Oké, ik heb het. Dus het zal wel goed zijn. Nou, deze aflevering die is iets korter dan normaal. Maar ja, we wouden de Pride Lands dus netjes afsluiten. Dus laten we maar eens even kijken wat Rafiki nou te zeggen heeft. Nou, Rafiki. Be careful in the Outlands. There are dangerous evil creatures there. If you better cry, you can look at the border. Yes. Why not kill some more hyenas? Ik denk dat we klaar zijn. Ja, we zijn klaar. Even kijken. Ik zal eens eventjes kijken in de Book of Quests. Portal location. Dan. Nee, we zijn helemaal klaar met de Lion King. Nou, dan kunnen we dus terug naar huis. Dat komt eigenlijk goed uit, want dan is dit een mooie afsluiting van de Lion King dit weekend. Dan hebben we 2 weekenden hebben we de Lion King gedaan en dan volgend weekend gaan we dan naar de Nightmare Dimensie. Yes. Uh-oh. Dus nou, probeer even allemaal eens eventjes op die warp te staan. Doe ik. Even allemaal. Okay, Dutch Game Nation, jij ook. Iedereen erop staan. Blijven staan. Dan ook kijken of dit werkt. Ja. Wat moet ik nu klikken? I like the register. Is het gelukt? Nee. Nou, dan moeten jullie teruglopen. Oh, nee. Maar dat maakt niet uit. Hallo, ik sla jou. Mooi zo. Stond hier een rare spawn. Nou, in ieder geval, die rocks die kunnen dus best wel iets leuks. Daarom wou ik ze eigenlijk ook hebben, dus... ik zal ze leuk naast elkaar leggen dan. Ondertussen dat hun terug aan het lopen zijn. Kijk, nou heb ik hier een Scar Rug en een Zera Rug. En als je dan erop klikt... Ik zei, als je er dan op klikt... How dare you to treat me like this? En Zera die heeft ook tekst. Als je erop klikt... Dit is hilarisch. Vind jij wel hilarisch, hè? Jazeker. Maar goed, aangezien dat we zitten nou toch al... de vorige aflevering was iets langer dan een half uur. Deze is dan iets korter. Lekker belangrijk. Dus ik ga gelijk naar de Wall of Comments. En ondertussen zijn hun nog aan het teruglopen. Dus ik heb nog wel eens even rustig. Ja, ik weet niet eens waar ik heen moet. Je weet toch waar de portal zit? Oh, ja. Weten wij dat? De portal is op min 437 plus 129. Oh, dat is voor mij heel eind weg. Oh. Oeps. Ik sluit pronkelijk af. Waar je nou al mee stoppen? Nee, ik druk op het verkeerde knopje.
Sorry, ik maakte weer een foutje. Ik drukte weer op het verkeerde knopje, dus maar fout. Je drukt altijd op de verkeerde knopjes. Ja, nou, daarvoor ben ik dark geworden, dus wat maakt het uit. Oké, de comment van de dag, part 24, is door The Flying Creeper. Hey, die ken ik. Dus daar moeten we eigenlijk voor oppassen. Je naam past er niet helemaal op, dus ik doe die weg. Flying Creeper maak ik ervan. Alleen zijn naam is al eng. Want dan kan ik er namelijk Flying Creeper 12 van maken, dan weet je dat jij het bent. En die had neergezet, vraag aan Dark Player. Hé, dat gaat over mij. Wow, dat is ook de eerste keer. Zo, nou, wat moet er gevraagd worden? Nou, wat moet er aan dat gevraagd worden? Ja. Wil je vraag aan Dark Player is of hij mee wil doen. Heb je de poort al gevonden? Nee, nog niet. Of I mee doet. Ja, wil doen, dat past er helaas niet bij, dus ik moet de comment helaas zo doen. Maar natuurlijk doe ik mee, ik heb heel dit weekendje overgenomen, dus... Flying Creeper, leuk dat je het leuk vond dat ik meedeed. Hebben jullie nou ook iets wat jullie graag op de Wall of Comment zouden willen laten zien? Laat het weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Zijn jullie er al? Nee. Stelletje, slowpoke, schiet toch eens aan een keer. Ja, we hebben geen teleport. Wie verzint nou een teleport die het niet doet? Hij doet het wel, voor mij tenminste. Ik ben er al lang hoor. Ik ben er al. Ik zie jou nog niet eens, waar ben je? Ik ben verstopt voor jou. Je bent er nog niet eens. Anders zou ik je ook op de radar zien. Ik ben er. Nee. Ik ga er nu doorheen. Oh. Oh. Ik wil ook kunnen... Nou ja, niet kunnen vliegen. Ja, vliegen weet ik. Maar weet je wat, als je in een goede dimensie bent, gebruik een TP maar. Dan zeg ik geen nee tegen! Okay. Ah, we thuis! Eindelijk! Ik zie Xella. Waar is Dutch? Gaming Nation. Okay. 129. Oh. Ben je ook... Kan je mijn deur nog laten zien? Mijn... Die had ik de vorige keer toch al laten zien? Oh. Ik vind hem zo vet. Wil je binnenkomen, dan verzuip je. Dat is precies wat voor deur jij zou moeten hebben. Pap, wij moeten praten! Maar goed. In ieder geval, ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Morgen gaan we weer verder met The Legend of Zelda in de Wind Waker in HD. Ding! Ja, nee, dat doen deze keer niet anders. Oh. Ik ga maar afsluiten voordat er dadelijk nog meer lijken vallen. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een reactie achter, zoals ik al had gezegd. Laat een like achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt. En ik was hier samen met... De Tower. En de Toya Touch Gaming Nation. En... Zee lekker Jezus! En natuurlijk Dark Player, yours truly, de betere Zelda player. Maakt niet uit. Dus, dag! Nee.